Mijnz.nl heeft een internationale prijs gewonnen. De jongere website uit Zwolle kreeg de Young Readers Award. We spraken hierover met Harold de Haan, begeleider en initiatiefnemer. Na 2,5 jaar hebben jullie een prijs gewonnen, de World Young Readers Prize. Hoe voelt dat? Nou ja, laat ik beginnen met zeggen dat jullie hem net zo goed gewonnen hebben als wij. En ook Hogeschool Windesheim. Ja, dat voelt te gek. Ja, het is echt fantastisch dat we die prijs hebben gewonnen. Was dit ook een van de doelen vooraf? Of hadden jullie een specifiek doel toen jullie begonnen 2,5 jaar geleden? Nou, een prijs winnen is nooit een doel geweest. Ons doel was eigenlijk om, en dat is het nog steeds, om jongeren van lokaal nieuws te voorzien op de manier zoals zij dat willen. Lokaal nieuws brengen wij veel dichterbij. Jullie maken dat zelf. Jullie zijn volop onderdeel van de doelgroep. En op die manier proberen we toch ook de jongeren bij de maatschappij te betrekken. En zeker ook de dingen die spelen onder jongeren ook naar buiten te kunnen brengen. Een prijs winnen is altijd mooi. Maar wat zegt het nou eigenlijk over de kwaliteit van de website? Nou, wat het naar mijn idee zegt, is dat het een innovatief project is. Dat is ook aangehaald door de jury van deze prijs. Net zoals het Stimuleringsfonds voor de Pers. Die Mijnz in 2011 heeft gesubsidieerd. Het zegt eigenlijk dat zij, wat zij een heel mooi onderdeel hiervan vinden, is dat er een lokaal nieuwsmedium is dat door studentenjournalistiek wordt gemaakt. En gekoppeld daaraan een onderzoek naar de regionale nieuwsbeleving onder jongeren, waar straks alle Nederlandse media en internationaal gebruik van kunnen maken. Die combinatie vinden zij heel erg vrij en innovatief en dat hebben ze ook vooral gewaardeerd. Ja. De prijs kunnen we ophalen in Warschau, dus heb je de tickets al geboekt? Nou, ik heb ze nog niet geboekt, misschien wel met het busje.